Hoi, ik ben Geosien. Ik ben de moeder van Rogier. En we gaan samen een paar TLL-kastjes zoeken. Daar heb ik zin aan. Nou, super tof dus. En het leuke is dat we hier vlakbij de TLL-cache van Geosien zelf zijn. Dus we gaan daar, ja, daar beginnen we gewoon. We gaan gewoon die kant op. Let's go. Ja, en het aparte of het leuke eigenlijk van deze cache van Geosien is dat hier op deze plek ook een cache van mij een keer heeft gelegen. Sterker nog, als het goed is, is het nog steeds dezelfde cache-container. De hint is een gieter, of wat er nog van over is. Want het wat was ooit is een stronk helemaal in de vorm van een gieter. Maar hij heeft natuurlijk zo lang gelegen. Kijk eens. En nu snappen jullie ook waarom de hint de gieter was. Maar hij is inderdaad ook een stuk lichter toen ik hem neer had gelegd, mam. Zeker. Hoppakee. Ah, lekker. Gewoon ook een lekkere, dikke, grote cache. Hoppakee. De eerste TLL-cache van vandaag, jongens. Van Geosien. Yeah. Yes, hebben ze. Woe, nummertje 1 van vandaag. Yay! Alright, dat was nummertje 1, jongens. En we gaan snel door, want als het goed is, hebben we er bij elkaar een stuk of 5 vandaag. Dus wat we nu gewoon gaan doen, is de auto pakken vanaf hier. En kijken waar de volgende ligt. Alright, we zijn op de plek waar we moeten zijn. Op een soort rotonde parkeerplaats, rotondetje. Vlakbij een weg. Hiernaast een beetje landelijk gebied hier. En wie weet dat de CO hier wel ergens woont. Zou zomaar kunnen. Maar hier ergens moet die cache dus liggen. In een meter of 20. En ik zie daar een paal. Ik weet niet of dat het is. Maar dat is wel een mooi plekje hier. Ja hoor, geocaching. Kijk eens even. Leuk. En we hadden het over de combinatie van geocachen met de Dirtbag Geocaching Society. En dat zie je hier aan de buitenkant al heel mooi gebeuren. Dat is wel een echte tof gemaakte cache, jongens. Op een paal. Netjes hoor. Nou, dan gaan we eens even kijken hoe we deze open moeten maken. Zo te zien is het een schuifsysteem. Of misschien dat hij naar beneden moet of naar boven moet. Ik denk naar beneden. Ja, kijk, daar gaat hij. Kijk eens op mijn... Oh, wat leuk, joh, dit. Wow. En wat je bij deze cache natuurlijk ziet terugkomen is vooral de Dirtbag Geocache Society en de Team Lagelanden mascotte Roger. Heel erg tof gemaakt. Kijk eens, wat mooi. Dat is een voorop een is stok. Is dat een trekkable? Voorop een stok. Ik vraag me bijna af of die... ja, hij is trekkable. Oh ja, dat is een treffelbuk, ja. Ah, ja, dat is een treffelbuk. Mooi, ah, leuk. Ja, tof. Nou, deze was wel heel leuk gedaan. En mooi een thema met Roger erop. En de Dirtbag Geocaching Society erin. En we gaan door naar de derde van vandaag. En dit is de tweede keer dat ik op zoek ga naar een aantal teamlage landencaches. De eerste keer... Voor degenen die het niet hebben meegekregen, ging mijn auto kapot. Wilde ik er eigenlijk ook wel meer dan die 3 doen die ik toen heb gedaan. Maar ging de auto kapot, helaas. Nu zijn we weer opnieuw onderweg. En al deze Team Lage Landen caches zijn geïnitieerd door Team Snip en Snap. Door Jeanette en Chris van Team Snip en Snap. Heel erg gaaf dat ze dit doen. Wil je nou meer weten over de Team Lage Landen caches? Kijk dan even in de link in de beschrijving hieronder. Want dan kun je alles lezen over hoe het nou eigenlijk ontstaan is. Maar ook als je er zelf eentje wil leggen... hoe je dat dan precies moet doen. En we zijn al redelijk in de buurt van de volgende. Dus even kijken. Het is best wel een mooi plekje. Het is een kleine groenstrook hierbij, die woonwijk die hier is. En volgens mij moeten we dit bruggetje over. En dan
moeten we er bijna zijn. Nou, echt wel een mooi plekje zo. En dan moeten we volgens mij hier ergens zijn, toch? Ja, volgens mij moeten we naar rechts. Oh, naar rechts. Dit is ook een mooie plek geweest, hè, mam? Nee, hier in die boomstam. Nou, het is hier echt een prachtig klein groen strookje. Met de weg aan de ene kant watertje en aan de andere kant hier een woonwijk. Het is echt wel een heel leuk wandelplekje inderdaad. Voor hondenuitlaters of als je gewoon hier in de wijk woont en wil s'avonds een wandelingetje maken. En natuurlijk wel echt een perfecte plek voor een cache. En volgens mij komen we wel zo'n beetje in de buurt. Een houten schuif. Een houten schuif. 2 meter van het water. Ah, ik heb al wat gespot, jongens. Ik heb al wat gespot daar. Ja, we moeten een klein beetje oppassen. Want hier achter ons staat een vader met zijn zoon staat te vissen. Dus we gaan het een beetje blokken en we gaan die schijf even openmaken. En dan gaan we gewoon ergens anders even die cache bekijken. We gaan het pakken, jongens. Voorzichtig zonder dat de muggels het merken hierachter. Yes. Oh, leuk, een klootje. Nou, volgens mij hebben we dat redelijk muggelsvrij kunnen doen zonder dat de muggels het gezien hebben. Ook dit was wel een hele leuke cache. Het eekhoorntje langs het water op dit mooie groenstrookje hier vlakbij die woonwijk. Hij ligt best wel in een gebied waar volgens mij best wel veel mensen zijn. Ook op zo'n plekje waar misschien kinderen spelen. Maar hij gaat zo goed op in de omgeving dat hij gewoon niet opvalt zonder dat je erna op zoek bent. Echt top gedaan ook deze. Nou, ook deze cache is best wel weer op een stukje gelegd in redelijk bewoond gebied of een stukje industrie hierachter. Maar echt wel weer zo'n leuk groenstrook hier. En het is vanaf hier nog een meter of 100 ongeveer voor die kleine multi. En het zou dan een beetje hier aan de linkerkant moeten zijn. Misschien bij dat bord, inderdaad. Of hier links. Kijk, zie je wel een paadje. Want dit is waypoint 1, hè? Yes, en we staan hier bij een mooie bemoste boom. En tegen deze boom, iets hoger, zit ook de sleutel. Dat is wel heel erg gaaf gemaakt. Dus je ziet eerst de sleutel, dan ga je verder kijken. En dan zie je onder op die boom, zie je de coördinaten van waar we moeten zijn zo meteen. Maar echt wel heel tof gemaakt ook dit. Ik zag hem bijna niet, de sleutel, maar uiteindelijk wel. Heel erg leuk. We gaan door. Lekker veel mug hier. We gaan door naar het definitieve waypoint en de cache. En ik denk te zien aan het cachepad. Oh, er is wel een hele tak afgebroken. Wow, kijk dan. Jeetje. Waar komt die nou vandaan? Oeh, die komt wel van hoog inderdaad. Ja. Zo, ik hoop dat er niet net iemand... Want daar hangt die. Ik hoop dat er niet net iemand die cache aan het loggen was. Want als je die op je hoofdje krijgt... Daar hangt die, ja. Damn. Ja, kom het nou vandaan, joh. Wat een mazzel dat hij niet... Kijk dan. Ah, hij is wel leuk gemaakt, moet je kijken. Mooi geschilderd geocache teken erop. Allemaal lieve heersbeestjes erop. Leuk. Tof. En... een slot. Hartstikke idee. Eens even kijken. Wow! Kijk dan, hé, dat is tof. Hier zijn allemaal de bakken zo te zien. Kijk dan, joh. Al die kaboutertjes overal. Wat leuk. Wat super tof. Leuk gedaan. En dan naar boven is de cache. Nou, echt wel heel tof gemaakt, hè. Thank you.
wel een hele toffe, dat was een mooie, hè? Dat was een hele leuke, ja. Zo hé, en dan een, ja, gewoon een goed overzichtelijke multi, dus één waypoint. En dan 400 meter verderop de eindcache. Super gaaf in een mooie groene, ja eigenlijk één lang gerekte wandelstrook. Echt heel tof en natuurlijk prachtig uitgevoerd. Hè? Al die smurfjes die aan het koken waren, die aan het bakken waren. Heel erg tof. Ik heb er dit keer dan ook niet alleen wat kaartjes, maar ook een zilveren ticket in achtergelaten. En wij gaan door naar de allerlaatste voor vandaag. Die hier best wel dichtbij nog ligt. Maar we toch eventjes de auto gaan pakken. Volgens mij... Ja. En dan rechts uit. Oké, we zijn er. We staan op een parkeerplaats. We moeten nog een klein stukje lopen. En we zijn bij de laatste Team Lage Landen cache van vandaag, jongens. Let's go. Nou, dat is wel heel leuk, want ook dit keer zijn we echt wel weer in een tof gebied beland. Het is volgens mij een soort park, want het loopt hier rond. En er is iets van een vijver waar je niet in mag zwemmen vanwege het blauwe alg. Maar het is wel, ja, ik denk dat het hier helemaal rondloopt. En toch wel een mooie, ja, het is bijna stadsparkachtig iets, hè. Nou, en die vijf caches zijn dan uiteindelijk best nog wel snel gegaan. We zijn alweer aan het einde van deze Team Lage Landen missie van dit keer. En we lopen nu een bocht in en in deze bocht moet die ergens liggen. Sterker nog, ik denk dat ik het cachepaadje al zie. Eens even kijken, ik hoor hem piepen. Pff, een boel beest hier. Een heleboel beest hier. Nou, even kijken hoor. En zet hem even op kompas. 7 meter. Ah, ja, ik zie wat. Pff, zo, wat een beest hier. Woehoe! Daar is hij. Hartstikke ideetje. Oh, allemaal oorwormpjes erin. Een dikke TLL logo erop. Hele nest hier. Nou, eens even kijken. Nice. We hebben de 50 te pakken. Yes, en deze Team Lage Landen missie. Deze tweede Team Lage Landen missie zit erop. Ik heb er weer 5 gevonden. Ik heb er weer 5 bij. Ik weet dat er inmiddels meer dan 60 zijn. Heb je zelf nou interesse om zo'n Team Lage Landen cache neer te leggen? Om gewoon eens te kijken wat het nou precies is. Klik dan hier even in het hoekje. Of kijk op het kanaal van Team Snip en Snap. Al deze Team Lage Landen caches zijn begonnen. En hebben geïnitieerd dit hele initiatief. Heel erg gaaf. Voor ons zit het erop. Ik vond het super gezellig, mam. Ja, ik vond het ook heel gezellig. Dat ze een keertje met me mee was. Yes, gewoon lekker te pakken. Ik vond het super gezellig om eens met moeder te gaan geocachen. En wie weet doen we dat wel eens vaker. Bedankt voor het kijken, jongens. Abonneer je op dit kanaal. En kijk ook eens op Facebook. GCROG Geovlogs Facebookpagina. Want daar doe ik regelmatig livestreams samen met jullie. Maar ik zie jullie heel snel weer bij de volgende livestream. Bij de volgende vlog. En bedankt dat je erbij was. Ik vond het ook heel leuk. Yes. Doei doei.